De coureurs staan te trappelen om het circuit op te gaan. We zitten klaar voor de race. De afgelopen dagen heeft Ferrari de harten van de fans sneller doen kloppen. Nu gaan we zien of het team de startpositie kan benutten om de tifosi trots te maken. Red Bull zag er werkelijk veelbelovend uit tijdens de kwalificatie dit weekend. Maar ja, de race is pas voorbij als het zwart-wit geblokt wabbert. Het is vandaag een grijze, bewolkte dag. Een effectieve bandenstrategie kan vandaag dus het verschil gaan maken tijdens de race. De kans is groot dat het weer een schitterende Grand Prix van België wordt. Blijf dus vooral kijken om te zien hoe het afloopt. Het is een nogal bewolkte dag vandaag. De coureurs staan nu klaar op de grid. En daar is Charles Leclerc. Starten vanaf P1. Eens kijken of er te profiteren valt van die positie. En verder terug staat Sainz. Na een indrukwekkende kwalificatie wacht vandaag de plek vlak achter Paul. Wordt de noeste arbeid vandaag beloond? Je hoort dat het publiek het naar zijn zin heeft hier bij de Grand Prix van België. De lichten gaan uit en we zijn vertrokken. Your CRS. Okay.
So safety car in this lap. Safety car in this lap. Yeah, because. So we need to push. Okay. We can push a bit more. Yep. And Charles, no lift off needed. You are doing a good job. Copy. So deployed, deployed. Copy. At the moment, we are the fastest car on track. Copy. Your eyes enable.
And Charles Button on. Yeah, coffee. It's a very good lap. And Charles Button on when you can. Coffee. Lift off needed. Copy. And big lift off. Okay. And charge button on. Charge button on. Copy. Charge button on, charge button on. Copy. The charge button on. Copy. And charge button off. Copy. Use DRS. Copy. No lift off needed. You are doing a good job. Copy. And confirm, lift off. Copy.
charge button on. Charge button on. Yeah, copy. And we need some lift and coast. Copy. Charge button on. Okay. And charge button on, charge button on. Copy. And Charles, no lift off needed. You are doing a good job. Yeah. So deployed, deployed. Copy. And charge button on. Charge button on. Copy. Thank you.
and we'll need lift off. Copy. And charge button off. Yeah. And it will be charge button off. Copy. And we need some lift and coast for tire temps. Okay. Charge button on, charge button on. Okay. Lift off needed. Copy. Charge button on, charge button on. Copy. And charge on. Okay. And big lift off. Copy that.
And confirm, lift off. Copy. Charge button on, charge button on. Okay. Charge button off. Yeah, copy. No lift off needed. You are doing a good job. Copy. Charge button on. Copy. Your DRS. Copy. We need some lift and coast. Copy. Charge button off. Yeah. And charge button on, charge button on. Copy. Charge button off. Yeah, copy.
very good lap. And Charles, no lift off needed. You are doing a good job. Yeah, copy. Charge button on. Copy.
will be charge button off, charge button off. Copy. At the moment, we are the fastest car on track. Thank you.
And box now, box. Copy, box. Copy, understood. And we need speed limiter on, speed limiter on. Thank you.
really good lap time.
free to go. At the moment, we are the fastest car on track. Copy. Two laps to go. Yeah, good. Last lap.
and checkered flag. Nice luck, guys. You've done a good job. Very good lap. Wat een fantastisch resultaat voor Carlos Sainz. Dit is een welverdiende podiumplek en voor velen een grote droom die uitkomt. Zo schrijft Sainz zijn naam bij in de annalen van de F1. Daarnaast staan natuurlijk de twee getalenteerde coureurs die het podium vandaag completeren. Ferrari heeft een goede race achter de rug en het is duidelijk dat ze competitief zijn. Zeker, dit was een indrukwekkende vertoning die mogelijk is gemaakt door een degelijk geoliede team. Na een intens weekend staat het team op de eerste plek in het constructeursklassement. We blijven heel dicht bij huis voor de volgende race. Want dat is de Grand Prix van Nederland op het bliksemsnelle circuit van Zandvoort.